Gaan we kijken hoeveel letters jij al weet. Elke keer als je een letter weet, dan gaan we een sticker opplakken. Denk dat jij deze stickers wil? De meisjesstickers? Nou, dus inderdaad, mag jij een sticker opplakken? Bijna voor nog één plek. Super. Nou, welke heb je nog meer? Nou, super. Waar was de Oreo? Ja, daar was de Oreo. Elano, dit is jouw doelenboekje, hè? Ja. En wat zie ik hier? Vertel eens. Dit zijn allemaal cijfers. Ja. En je moet allemaal dingetjes doen. En dus eigenlijk, dat moet je doen. En als je een soort van fout hebt, dan krijg je geen sticker eigenlijk. Dit is een werkboekje waar je moet werken. En groep 2 krijgt het om naar groep 3 te gaan. Kleine groepen hoeven dit eigenlijk niet te doen, maar hun mogen doen. Ah, oké. En dan hiermee laat je zien welke cijfers je al kent, toch? Ja, dat is de bedoeling eigenlijk. Dus ik ken dus de alle letters. Je kent ze allemaal, zeg. Wauw, Elanor, heel goed. Dank je. En dan ga je nog een bladzijde verder. Wat zien we daar dan? Wat heb je daar aangegeven? Hier heb ik allemaal aangegeven dat ik allemaal dingetjes ken. Dus allemaal lichaamsdelen zijn dat, hè? Ja. En je kent ze ook heel veel, volgens mij. Ja. Kan je ook enkele opnoemen? Ja, een oog. Ja. Oren. Of neus, hè? Toch? Ja. Ja. Oren zijn er ook. De oren doen. En voeten. Tenen. Ja. Een snavel. Wij zijn ook aan voeten. Wij zijn de voeten. Voeten zijn dit. De buik ken je ook al, hè? Buik is hier. Ja. Snavel ken ik ook. Navel. Ja. En vind je dit boekje ook handig? Ja, ik vind het heel handig. En wat zie jij dan zelf? Wat vind jij zo mooi aan dit boekje? Nou, dat je kan leren eigenlijk en allemaal cijfers kan leren. De rest waren gewoon niks. Dit was dat kiezen. Dat is nog niet ingevuld. Ja. En hier zie ik ook nog letters, of niet? Ja. Wauw. Ik ken hier bijna al. Je kent ook al heel veel letters, hè? En dan? Knap. Niet allemaal letters. Oké, dankjewel. Ik heb het zelf gezegd. Dankjewel, Elanor. Alsjeblieft. Hier staan de strategieën. Voorspellen, samenvatten, ophelden van onduidelijkheden, verbanden. Verbanden leg je met signaalwoorden en verbanden doe je dat met ook verwijswoorden. De vraag is, waarom heb je eigenlijk nodig om te weten wat signaalwoorden zijn, wat verwijswoorden zijn? Waarom moet je dus eigenlijk verbanden kunnen leggen als je tekst gaat lezen? Ik wil dan even daarover gaan nadenken. En dat mag je hier omschrijven. Ja. De vraag staat hier ook boven. Waarom heb ik dit nodig? Daarna ga je nadenken. Waar zit ik? Dus kan ik wel verbanden leggen? Weet ik wat signaalwoorden zijn? En wat verwijswoorden zijn, kan ik ze vinden in de tekst. En ik weet hoe ik ze moet vinden en waar ik ze aan herken. Je mag het op 3 manieren aangeven. Als je het moeilijk vindt, geef je dit aan. Als jij denkt van, nou, de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet, hangt een beetje van de tekst af. Ben je in het midden. Of je zegt, nou, dit lukt mij wel echt, deze strategie beheers ik echt goed. Dan geef je met een groene smiley aan, dit lukt. Derde vraag is, stel hè, je geeft aan dat je het heel goed kan. Wat ga je dan doen? Hier. Hoe wil je bereiken dat het nog steeds, als je groep 6, 7, 8 zit, dat het nog steeds zo goed gaat? Wat moet je dan doen om dat te kunnen? Ja. Nou, je kan ook zeggen, nou, ik vind het moeilijk. Dat kan. Wat ga jij dan doen om beter te worden, om die leesstrategie beter te beheersen? Wat ga je daarvoor doen?
3 minuten gaan duren. Nee, Hoi Benny. Hallo meester Patty. Jullie hebben hier posters hangen, hè? Wil je vertellen waarvoor ze hier hangen, achter in de klas? Nou, als we stemmen maken in de toets, dan wat wij moeilijk vinden, gaan we een post-it daar plakken voor onze naam. Ja, en dit zijn de toetsdoelen, toch? Ja, voor taal. Ja, er zitten er ook stickers aan, hè? Post-it stickers. Ja. Waarom en wanneer doen jullie dit? Wanneer we de komende weken een toets krijgen. En waarom? Dan kan de meester ons later helpen. Zal de meester ons later helpen over de toetsdoelen. Oké, jullie geven hier zelf aan welke toetsdoelen jullie moeilijk vinden. Ja. En staan er ook nog meer, hè? Ja. Alleen daar zijn jullie nog niet mee begonnen. Hoe vind jij het gaan? Hoe heb jij dit ervaren? Best wel goed. Want dan hebben we onze toets wel goed gemaakt. Oké, mooi. Dankjewel voor je uitleg. Alsjeblieft.